Wat Ellen, jullie zitten hier te balen of je zit ook te lachen? Ja, het is een beetje... heel gezellig hier. Ja, nou, het is heel dubbel, want het was gewoon een hele goede race. En ik dacht echt, nou, we gingen er zo soepel doorheen. Terwijl de start was niet de allerbeste. En achteraf is dat dan ook zonde natuurlijk, maar ja, zo be it. En we gingen er zo makkelijk doorheen. Ik dacht, nou, als dit zo blijft, het voelde bijna een soort van effortless, dan gaan we hier gewoon keihard doorheen. Alleen, ja, die laatste 500 gingen we pushen om te gaan bouwen, maar toen konden ze toch weer mee. En ja, uiteindelijk hebben zij dat gewoon beter gedaan. Ja, en daar baal je dan heel erg van, want ik dacht echt, nou, nu kunnen we één keer de Europese titel winnen. En het is toch weer net niet gelukt door weer zo'n Duitse boot. En ja, dat haat ik intussen een beetje. Maar goed, dat geeft ook weer goede motivatie voor de rest van het seizoen. Het ziet er allemaal heel gecontroleerd uit, heel gedegen. Moet het iets ongecontroleerd doen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het juist best een hoge durf te race was. En ik denk dat bij ons de durf juist heel erg zit om die controle wel te zoeken. En vanuit daar dan te gaan pushen. Want bijvoorbeeld die laatste 200-300 willen we meer. En ik weet niet of het per se nog effectiever wordt. Ja. Dus ik denk dat we hier binnen moeten we wel nog in durf en power uit gaan bouwen. Maar ik denk niet dat het er ongecontroleerder uit moet gaan zien. Absoluut niet.